Cura Vermeer kijkt graag kritisch naar de manier waarop we ons werk doen. We zoeken voortdurend naar verbeteringen in onze manier van werken, zodat we slim, scherp en veilig kunnen blijven bouwen. Daarom hebben we verschillende maatregelen bedacht om onze faalkosten aanzienlijk terug te brengen. Eén daarvan heeft betrekking op de uitvoering van onze bouwprojecten. Daar worden faalkosten immers heel duidelijk zichtbaar. Wat betekent dat voor jou als uitvoerder? Dat vertellen we je graag in deze film. Dura Vermeer kiest voor een gestandaardiseerde manier van werken, op iedere bouwplaats en door iedere uitvoerder. Centraal staan de wekelijkse start-klaarmeeting, de dagelijkse dagstart, Go-to-Gemba en het uitdelen van werkpakketten. Met de nieuwe Dura Vermeer manier van werken wordt je werk een stuk professioneler en prettiger. Heldere afspraken, gestroomlijnde werkprocessen, een sterker verantwoordelijkheidsgevoel van alle bouwplaatsmedewerkers en vooral minder brandjes om te blussen. Dat we daarmee onze faalkosten ook nog eens aanzienlijk terugbrengen, hoeven we jou als uitvoerder natuurlijk niet te vertellen. Ik ben Gert Nummerdoor. Ik ben uitvoerder bij Dura Vermeer. Toen werk ik al 16 jaar als uitvoerder. Daarvoor begon als werkvoorbereider. Na een jaar het besluit genomen om meer naar buiten te gaan, dus de keuze was heel gauw gemaakt. Ik ben in de voetsporen getreden van mijn vader. Dat is mijn grote voorbeeld. Hij is geëindigd als traditionele uitvoerder. En ik ga helemaal met het Lean verhaal ga ik de toekomst in. Vandaag kunnen jullie de start-klaren zien, zoals wij het hier wekelijks doen met onze partijen, onze bouwpartners. Dat zijn de uitvoerders, projectleiders en voorlieden die aan tafel zitten. We hebben een dag start, die we ook dagelijks op een vast tijdstip doen met de jongens. Dat zijn de voorlieden op de bouw. Dus dat zijn de jongens die echt op de werkvloer staan, met hun inbreng die we dan gaan delen, ons smileybord. En we hebben onze dagelijkse rondes die wij maken. En die laten we zien zoals wij dat op een Lean project hier doen. In de wekelijkse start-klaar-meeting bespreken alle bouwpartners aan de hand van de dagplanning of de activiteiten voor de komende week kunnen starten. We gaan vandaag ook weer kijken wat we de komende week nodig hebben aan materiaal en spullen om te kunnen werken. Of het bekend is voor iedereen dat ze met een werkpakketje de mensen buiten kunnen instrueren. Deze dagplanning is eerder al gemaakt tijdens de gezamenlijke Lean planning sessie. Voor iedere activiteit stellen ze vast of de activiteit startklaar is. Zijn de mensen er, is het juiste materiaal en materieel aanwezig en zijn de tekeningen gereed. Als de activiteit kan starten, ontvangen de bouwplaatsmedewerkers het bewuste werkpakket. Zo weten zij precies wat ze moeten maken en hoe ze dat moeten doen. Hetzelfde verhaal, Harsco, zone A, tweede verdieping. De werktekeningen staan daar nog op rood. Maar die zijn eerder aan de beurt, die zitten al in augustus. Dus die zijn direct volgens mij de week naar het bouwvak. Dus als je volgende week nog hebt, dan heb je daarna nog een halve week dat je het bekend moet hebben. Onze bouwpartners zijn zelf verantwoordelijk voor het maken en uitdelen van hun werkpakketten. Ook zij zorgen ervoor dat hun bouwplaatsmedewerkers precies weten wat ze moeten doen. Jongens, de dag start. Even stilstaan bij hetgeen zoals het nu is. Bart, Dura, veiligheid, kwaliteit. Alleen de geknikte tileenslag, maar dat moeten we opknappen. Dat gaat morgen gebeuren. Oké. Okay. Maar komt dat goed voordat we gaan starten? Dat komt goed. Weet je ook waar het vandaan kwam? We hebben er wel over gesproken. We hadden dus de gele smiley ook bij de andere partijen neergezet. Omdat die met het leggen van de wapening en de vloeren dat geknikt hebben. Het verkeerde materiaal. Ook het verkeerde materiaal. Ja, dat anders ingepland moet worden. Planning. Voor zover het klaar is, heb jij het klaar? Jij zegt net duidelijk, ik wil de planning wel halen. Ik heb de mensen voor geregeld. Ik kan het ook halen, maar we kunnen niet verder, want de werkzaamheden voor ons zijn niet op groen. Dus jij komt niet uit, qua kosten ook niet. Zeker niet. Nou, tot slot, de GPS. Morgen, isolatie op de dilatatiewand aanbrengen. Ondersteuning, Piet, de volgende beuk als 4 tot 3, morgen. Is dat haalbaar? Ik kan morgen beginnen. Je hebt de tekeningen, het is allemaal bekend. De mensen zijn er ook. Materiaal is er ook. Dus alles duidelijk. Tijdens de dagstart stel je vast of er volgens plan is gewerkt en wat er de komende werkdag moet gebeuren. Een dagstart duurt maximaal 15 minuten. Op tijd komen is een must en iedereen blijft staan om de vaart erin te houden. Aan de hand van de Lean planning bespreek je allereerst de veiligheid op de bouwplaats. Daarna kijk je terug op de dag van gisteren. Hebben we gewerkt volgens kwaliteitseisen, planning en budget? Vervolgens neem je de dag van vandaag door. Zijn de juiste mensen aanwezig? Is materiaal en materieel op orde? Zijn tekeningen en instructies duidelijk voor iedereen? En kun je je werk veilig doen? Problemen die niet kunnen worden opgelost, bespreek je met de bedrijfsleider. Samen met hem zoek je naar een goede oplossing.
Na de dagstart kan iedereen effectief aan de slag. In de dagstart kun je tegen een probleem aanlopen die wellicht bespreekbaar is in een comité waarin je bent. Dan los je het op. Lukt dat niet, dan schakelen we hoger op naar onze bedrijfsleider. En als het daar echt blijft stokken, ik zeg nou stagneert alles, die trein loopt tegen de stootblok aan, dan escaleert de boel en dan trekken we aan de noodrem en dan zetten we de boel stil. We zijn 6 maanden geleden ongeveer begonnen met damwanden in de grond trillen. En het blijkt toch dat die dingen er heel zwaar uitgaan. De insteek was 5 dagen damwanden trekken en we zijn nu 2,5 week verder. En alles wat er achteraan komt in de planning loopt daar tegenaan en loopt erop vast. Wij hebben onze ervaringen die we hier gehad hebben met het akkefietje damwanden, zoals wij het noemen, hebben wij teruggekoppeld binnen onze bedrijfsleiding naar het bedrijfsbureau. En bij een volgend project, mede als dat hier in Amersfoort is, wordt daar rekening mee gehouden met de inkoop. Als uitvoerder stel je voortdurend vast of er gewerkt wordt volgens werkplan, kwaliteitsplan en veiligheidsplan. Dat doe je natuurlijk niet vanuit de keet, maar op de bouwplaats, de plek waar het gebeurt. Hey, uitvoerder, ik vond mijn kloppen die boven helemaal dit maar. Alles, die sparingen zijn vanmorgen uitvoerig besproken bij de dagstart. Dan moet je bij je voorman wezen, die weet er alles van. Oké, ik zal het even uit. Ja. Door goed te kijken, signaleer je afwijkingen in een vroeg stadium en kun je tijdig ingrijpen. Lukt die? Ja, gaat lekker. Ja? Je spreekt mensen continu aan op hun verantwoordelijkheid om samen veilig, kwalitatief en binnen budget en planning te werken en hierin continu te verbeteren. Even over vanochtend, hè, met die veiligheid. Ik heb er 2 keer op aangesproken. Zo werk je veel prettiger en druk je bovendien de faalkosten. Observeer dus goed. Stel de juiste vragen om tot de oorzaak van een probleem te komen en zet aan tot verbeteren. Kortom, go to Gemba. Kapschot had ik er nog niet in zitten. Dus moest ik een beetje haasten om dat kapschot erin te krijgen. Dan had ik geen tijd om een veiligheidshesje te pakken uit de keet. Dus, op dat moment vond je de veiligheid minder belangrijk dan dat je de kwaliteit vond? Ja. Ik vind een opgeruimde bouwplaats ontzettend belangrijk, want het is uiteraard het visitekaartje van in dit geval Dura Vermeer en van een uitvoerder. Dus aan de hand van een bouwplaats kun je zien hoe gestructureerd het loopt bij een uitvoerder. Ieder werk weer probeer ik al onze jongens, hè, zoals ik het dan noem, onze bouwpartners, probeer ik ook onderdeel te maken van het totale proces. En ook in ieder geval heel respectvol met elkaar om te laten gaan. En dan zie je dat de rommel die ze dan maken steeds minder wordt. Een bouwplaats waar je ontzettend fijn kan werken, dat lukt alleen maar als er ook ordenetheid is. Dat het in ieder geval gestructureerd is en dat het ook veilig is. Bart, ja, fijn dat je er bent. Ja. Hey, we hebben hier even het werkpakket van morgen. Ja. Zoals we al besproken hadden, ook met de dagstart, is dat we morgen met die verdiepingsvloer aan de gang gaan. Bij de start van een nieuwe activiteit deel je het werkpakket uit aan je bouwplaatsmedewerkers. Zo kunnen zij zich goed voorbereiden. In het werkpakket staat precies beschreven wat de medewerker moet maken en hoe hij dit moet doen. De medewerker geeft zelf aan of dit haalbaar is. Mocht hij problemen voorzien, dan bespreekt hij dit met jou als uitvoerder, voordat hij met de klus begint. Nou, het is de bedoeling dat als je kijkt ook naar de GPS, dat je morgen met 2 man 2 uur de tijd hebt om de randkist van stramien 14 naar 11 te plaatsen en dan 2 kanten. Dus dan heb jij met 2 man, zeg maar 4 man nu. Gaat dat lukken? We hebben een nieuwe manier van werken voor de uitvoerder laten zien. Naast de wekelijkse start-klaar-meeting is je werkdag ingedeeld in een aantal vaste elementen. De dagstart, go to Gemba en het vastleggen van taken in werkpakketten. Centraal staat planmatig werken op basis van heldere afspraken met een sterke verantwoordelijkheid van uitvoerder en bouwplaatsmedewerkers. Samen koersen we op optimale veiligheid, uitmuntende kwaliteit, werken volgens planning en, niet in de laatste plaats, aanzienlijk lagere faalkosten. Dit is de Dura Vermeer manier van werken voor jou als uitvoerder. Jij speelt er een belangrijke rol in. Hey jongens, tot morgen.